Ik zit hier op de dag na Pinksteren. Dinsdagmorgen om 9 uur hadden we een uitspraak met een palu. Die alles wisten over dit geboel wat hier achter ons ligt. De grasbuizenfabriek. Ja, die stinkt er eigenlijk al 90 jaar geleden. Want mijn schoonvader, die woonde daar aan de achterkant en er loog een stuk of 10 huisjes. En die is toch geboren op Offenbeek. In die tijd. En iedereen die daar woonde, werkte ook in die fabriek. Dat was eigenlijk de grote aanjager voor de lui. Economisch natuurlijk heel erg sterk. En wat gaan ze doen met die fabriek? Daar gaan ze een show van maken. Eigenlijk de dependance, wat we nu hebben in Zwanen, de Broeken, heet dat, die gaat hier naartoe. Maar er is ook een dependance in de Ruiver. En vroeger gingen de lui vanuit de Ruiver, gingen allemaal naar Venlo of naar Remunenshow. Nu is het al zelfs zoiets. De gondelu van Oetremeun, dadelijk naar de Ruiver. Een prachtige show, die gans ingericht werd, waar nog bedrijven voor gevraagd werden. Dus als je een ondernemer zit en je wilt er aan meedoen aan die show, dan moet je er zeker aan meedoen. Het staat nu nog allemaal een beetje als een geweldig industrieel monument. Ik ken er maar twee die fantastisch zijn opgeknapt, en dat is de moutfabriek Remeun en de EG Remeun. Dat zijn goede voorbeelden van wie ze zo'n monument van toen prachtig is opknappen. En hier de Ruiver uit het... Duid het even nog. Vergeet niet even dat er een geweldige openbaar vervoerverbinding is. Van welke kant dan ook goed naar die show. Want die is vlak bij de statie. Busverbindingen. En vergeet niet dat de gemeente Bezel maar liefst 6 miljoen geïnvesteerd heeft in die show. Dan mogen menige gemeenten zich wel een voorbeeld aan nemen. Investeren in onderwijs naar je eigen gemeente te halen. Dat is natuurlijk wel het grote doel. Bezel is erin geslaagd. En het tet als symbool van de geweldige show die strak is, een goed jaar, hier eigenlijk als het ware geopend werd. En dan weten we wat tet gaat brengen voor de toekomst van de jeugd van ons. Want het is natuurlijk allemaal onderwijs afgestemd op de praktijk. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat we kunnen nastreven. Daar ligt ze, de eigen grasbuizenfabriek van de Ruiver. Die straks toch een toekomst geeft, maar dan de toekomst voor de leerlingen. Het is niet vandaag bankenbedrijf, maar het was vandaag buizenbedrijf op een eigen grasbuis van die grasbuizenfabriek. De twee lui hebben zich helaas moeten afmelden wegens andere omstandigheden. Kunnen voor niet kwalijk nemen. We hebben er zelf maar voor elke van gemaakt. Want bankenbedrijf gaat altijd door, dat weet je. En als je de volgende week een item hebt, bel eens gewoon even. Je weet het, op TV 11, dan zoeken ze zichzelf.